urologische aandoeningen al voor de geboorte ontdekt kunnen worden. Dit haalde hij gisteravond aan op de informatiebijeenkomst die is gehouden in verband met prostaatkankermaand. De bedoeling van de avond was om medici en medische studenten begrip en aandacht te vragen voor urologische problemen. Van den Hoek zegt dat hoewel urologische aandoeningen ontdekt kunnen worden vanaf 20 weken zwangerschap, de kans daartoe nog klein is. Bij 1 op de 100 zwangerschappen wordt een afwijking ontdekt. Maar zo grofweg 1 op de 100 zwangerschappen wordt soms iets gezien tijdens de zwangerschap wat te duiden is als een hydronefrose, een verwijde nier. En dat maakt dat we meestal na de geboorte kijken wat er aan de hand is. Heel vaak is er niet zoveel aan de hand, kun je gewoon rustig afwachten. Een enkele keer vervolg je het en een hele enkele keer leidt dat tot wat snel ingrijpen direct na de geboorte. Maar dat is eigenlijk maar een hele betrekkelijke uitzondering. Ja? Nou, wat zijn nou de voordelen van al die prenatale onderzoekingen? In de eerste plaats zou je kunnen zeggen, nou, we kunnen een eerste probleem, we kunnen nierfunctieschade of infectie zouden we kunnen voorkomen. We kunnen vroeg diagnostiek inzetten, we kunnen vroegtijdig behandelen. Verder zegt Van den Hoek dat als een aandoening vroegtijdig ontdekt wordt, het niet altijd nodig is om er meteen iets aan te doen. We hebben dus een soort nulmeting, zo het noemen. Maar vaak gebruik je dat om het te vervolgen in de tijd, om te zien of iets erger wordt of niet erger wordt. En feitelijk betekent dat, wat we er al eens zien, dat een ernstige afwijking in de loop van de zwangerschap juist minder wordt. En misschien verderop in het leven ook minder wordt. We zien het ook wel eens erger worden. Maar wat wij eigenlijk altijd heel vaak doen, is als we denken, nou, we zitten met een ernstige afwijking en we denken dat het wel eens makkelijk tot zou kunnen leiden tot infecties, dat wij antibiotica geven en dat is antibiotica profilactisch gegeven. Antibiotische profilaxe in een lage dosis geef je de antibiotica om ervoor te zorgen dat een kind geen infectie geeft. Joop van den Hoek, hij is kinderuroloog. Hij hield gisteravond een presentatie over urologische aandoeningen. De informatieavond is gehouden in het auditorium van het AZP.